Dus want alle broodjes waren opgegeten. Er is geen kernmachine hier. Die carrière is gewoon voorbij. Ik pakte de broodjes en ik wilde een ontbijtje gaan maken, maar we hadden nog maar een paar broodjes, want alle broodjes waren opgegeten. Echt? Ja. Dus daarom zijn we hierheen gereden. Oh, Eline heeft het niet meegekregen. Daarom gingen we dit, papa was van deze week ontbijt maken. Ja. Dus ik had de keuze naar de supermarkt of churros eten. Dus ja, we gaan dus churros eten en daarna naar de supermarkt. En dan moet ik wel even zorgen dat we genoeg broodjes hebben. We kregen meer suiker. Ja, we kregen suiker. In Spanje eten ze geen suiker bij de churros. Maar wij vinden het altijd wel lekker. Maar zoveel hebben we niet nodig, hè. Het is hier altijd heel rumoerig, dus ik hoop dat je me goed kan verstaan. Ik heb nog de oude camera bij, want de editor die berichtte net. Het geluid en het beeld is beter met de nieuwe camera. Maar ja, ik wil niet het risico nemen met de nieuwe camera dat dan alle beelden dat we een instelletje niet goed hebben staan. Maar gelukkig is hij beter. Dus vanaf nu nog deze camera en daar gaan we over op aan. Maar deze is wel wat handiger en wat kleiner, dus voor... Ik denk dat we als we weggaan, misschien dat je als je tasje bij je hebt zo'n beetje... Ja, dat we een beetje gaan combineren. Ja, en de andere komt wat als we thuis zijn en buiten en ergens naartoe gaan. Ja. 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 Als je een dagje Efteling doet, dan... Junior moet altijd speelgoed bij hebben. Wauw, dat is wel een hele makkelijke transformer. De meeste zijn moeilijker. En deze? Dat is ook een transformer. Dat is de batterijen zijn leeg van die, hè? Ja, maar hij maakt ook geluid en hij deed rijden. Maar die batterijen hebben ze niet in Spanje. Er is geen kernmachine hier. Alleen de autootjes, die waren er ook nog nu. Had ik net al gekeken voor jou. Ja, hier op dit plein is al een paar keer kermis geweest terwijl wij hier waren. En dat was heel leuk. Maar we zijn de meeste keren er niet in geweest. Jawel. Dat is al 2 jaar geleden. We zijn 1 keer bij die kermis. We zijn 1 keer bij die kermis, zijn we heel veel op de kermis geweest. En nog een keer. We zijn al 2 keer bij de kermis geweest. Ja, de 2e keer was met Lieve erbij. 1 keer toen mocht ik op een autootje, toen was ik die kermis er ook. En toen dachten we dat ik de auto stuk had gemaakt en dat ik tegen papa. Oh, dat weet ik niet meer. Nou, dat was wij zijn bij Koen geweest, samen vanmiddag even, bij onze makelaar. En daar komt nog een heel verhaal op terug, maar daar komen wij later even op terug. Ja, als het wel rustiger is. Ja. Oh, kijk, hier Junior, die gaat dan naar de autootjes kijken. Maar die zijn er niet vandaag. Het is echt laagseizoen nu. De strandtent is gelukkig nog wel open. We zullen zo wel terugkomen. Onze favoriete strandtent in Manilva. Voor gerund door Belgen. We hebben gereserveerd, dus ze hebben een plekje. En dit vindt Sofie helemaal mooi. Ze gaat er nooit in? Nee, maar ik vind het mooi. Zegt ook niet dat ik het lekker vind. Ik vind het mooi. Ja, ik vind het lekker. En ik vind het ook wel mooi. Ja. Ja, wij gaan een hapje eten. Ze draaide hier net een liedje van Marco Borsato gewoon op het plek. Ja. Dan horen wij in Nederland nooit meer liedjes van Marco Borsato. Ik vind het eigenlijk best wel jammer. Wel leuke liedjes. De kinderen die kennen dat liedje nog ineens. TikTok Weet je wat ik gaan ze ook niet meer denken. Er zal echt een kern van waarheid in zitten. Maar het is nooit bewezen, zeg maar. Het is nooit bewezen, maar die wordt zo geboycott dat die carrière is gewoon voorbij. Dat vind ik wel heftig. Ja. Dat kan je maar gebeuren. Als je ineens Jan Nagelkerk zit, zijn kinderen allemaal... 7 kinderen, niet 6. Zijn kinderen. Zijn. 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 8 kinderen hoor, van de liefde.
We hebben net onze voorgerechtjes op. In Spanje doen wij altijd lekker voorgerechtjes delen. Dat is altijd leuk, hè? Ja. Want dan hebben we meer. Ja, maar dat is ook gewoon, ja, dat is gewoon, dat kan hier. En dat is fijn hier gewoon. Zij is hier ook op ingesteld, overal wel. Te delen. In Nederland wordt er raar gekeken als je zegt ik wil een gerechtje delen. Hier is het heel normaal om een gerechtje te delen. Mama. Mama, mijn neus kriebelt. En nu? Mama, Mia. Wil ik even kriebelen? Stel. Meneer, mama, Mia. Jullie zijn echt zo raar, hè? Mama. Hé, dat is lekker. Dat doe je bij mij nog nooit. Oh, hier al. Kom maar. Ik doe je neus op. Meneer, nee, doe mama, Mia. Neus mama, ik ben net hier, meneer. Mama. Goeie muziek, hè? Hele goede muziek, ja. Het is ook gaan verbinden met deze box. Ja! Nee, dat hadden we even geprobeerd, maar dat lukt niet. Want daar zit hij. Ja. Probeer. Zou ik er eens heen gaan? Dat lukt nee, probeer me te verbinden. Dat met de draadjes al zo. Mijn broer kan dat heel goed. Jouw broer? Oh, mijn Leopold. Ja, die had eens een keer bij ons, bij het feestje van mama. Hekker, die doet dat overal. Ja, doet dat overal. Guusje, die kan dat heel goed. En Nout had die fijne verjaardag. Guusje, Sophie. Nee, dat was ook Pieter. Maar hoe deed hij dat? Dat weet ik ook niet. Hoor. Dat moet je beetje... liedje was ineens. Fijne verjaardag, Guusje, zoiets. Dat wil ik heel opzoeken. Verjaardag en dan kan je gewoon de naam tikken. Ja, nee, niet gevonden op de box. Nee, dan zullen ze waarschijnlijk nog een ouderwetse stereo installatie hebben. Ja. Ik heb ook één afspeellijst waarom die Mark op zaterdag erin zit. Oh. Ik weet nog dat mijn lievelingsliedje eerst altijd een lied van Marco Borsato was. Hoe dan? Mijn ook. Nee. Maar dat was er geen van vrienden of zo. Geen idee. Nou, ik vind dochters een heel mooi liedje van hem. Maar dat vinden alle papa's wel. Pop is. Oh, die van. Jij wijst de weg of zo. Nee. Dat is een geboren. Oh, die kunnen we niet. 7:15. Nou, dan ben ik altijd in de bakkerij. Wat zijn jullie nu aan het doen hier? We zijn aan het kijken naar de mooie vogels. Kijk! Hoe ga je erin gooien? Ja! Kijk, papa, dit is mijn oorbel. Oh, hou me tiet! Hey. Ah, heb je die dan? Shh! Hey, mijn piep! Kijk, hier kan je een zwart gat. Die laat jezelf niet alleen maar mooi. Het is gewoon allemaal dezelfde kleur. Ja. Het is gewoon helemaal zwart. Je kan gewoon zo doorlopen, hè? En je blijft in het is zee. Helemaal zwart. Als je zo kijkt. Het is helemaal zwart. Dus nou, nu hebben jullie gewoon een zwart beeld. Ik weet niet of je sterren kan zien. En hier is dan de kust verder. Nou! Oh. Hey papa. Hey Guusje. Hier is alles konijn, oh. Dat is Guusje. Dit is een leukste beer. Kom, we gaan weer terug. Dat is Guusje. Zet de zaak steeds aan. Zo, het is avond en we willen een film gaan kijken. Gaan we een film kijken die ik wilde? Nee, we gaan niet. The Purge. Nee. Dat is een enge film. Dat is zo'n... ik weet niet wie je zo'n film noemt. Een horror. Nee, een thriller volgens mij. Dat is een beetje te eng voor jullie. Nee, ik heb die al gezien. Ja, hoe oud ben jij? Ik ben 15. Ben je 15? Ach, ja. Oh, en je zit in een brugklas? Ja, ik zit in de eerste. Oh. Ik ben drie keer bij hier, dit is de first, papa. Ik vraag je niet. Die ziet er heel eng uit. Dat die is echt niet zo dat eng. Dat is 16 plus, ik durf dat niet te kijken. Dat gaan we niet doen. Het is helemaal niks engs aan. Dit is altijd een ding, we moeten dan een filmpje en jullie kunnen dat gewoon kijken op televisie. Ja. Hoe kan dat nou? Dat mogen jullie helemaal niet zien. Dat is alleen voor 16 plus. Ja, maar het staat... En jullie kunnen dat gewoon kijken. Als we er nu op klikken, dan zien we de film. Maar okay. Dit heb ik al gezien. Deze is wel leuk. Oeh, deze ziet er nog enger uit. Oh, die 2U. Ja. Oeh. Kijk hoe eng deze is. Slapen jullie dan? Dat goed? Is maar die is maar slaap. Die is maar zo eng. Slaap je wel zit of Chucky? Holy shit, kijk die gezichten! Slaap jij goed als jij zulke films kijkt? Ja. Ja? Nou, dus doe Ellie of Shit of Chucky.
Er zijn kinderen die naar ons YouTube-account kijken, hè? Ja, daarom. Jullie kijken dit ook dan. Nou, dat is geen goede reclame, dit. Hola. Kom je ook mijn film kijken, Nout? We gaan Ellie kijken. Ja, wij gaan een filmpje uitzoeken. Welk filmpje, dat weet ik nog niet. Dan moet ik eventjes... geen 16 plus film, een 12 plus film kan nog net. Nou, dan mogen jullie niet kijken dan. Nee, dan mogen ze niet kijken, nee. Nou, dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. En Nico Junior, de camera uitzetten. Nee. Moest ook alweer. Die is het leuk uit. Die derde, die tweede naast. Deze ziet er toch best leuk uit. Het is geploft. Wij zijn in de korte Engles. Kijk, twee fashion mensen. Ja, hier zijn de anderen. Oh.